Welkom bij Ommetje met Jezus. Dit is de wandelpodcast van Tijd met Jezus, die je helpt om tijdens een ommetje te luisteren naar de stem van je Heer. Je vindt deze ommetje-podcast op www.tijdmetjezus.nl/ommetje. Tijdens onze wandeling laten we de woorden van een korte Bijbeltekst in 4 stappen steeds dieper tot ons doordringen. 1. We lezen. 2. We mediteren. 3. We bidden. En 4. We zijn stil in Gods aanwezigheid. Ik spreek steeds in de wij-vorm, om het besef levend te houden dat we altijd in verbondenheid met anderen naar Gods woord luisteren. We vragen u eerst om de leiding van de Heilige Geest, dat ons ommetje een wandelen met de Heer wordt. Heilige Geest, laat de woorden die klinken tot leven komen. We willen uw eigen stem horen, Jezus. Help ons om ons al wandelend af te stemmen op uw aanwezigheid in de woorden en aan de woorden voorbij. Amen. De Bijbeltekst voor het ommetje van deze keer is Matteüs 16, vers 24 en 25. Stap 1. Lezen. Luister met aandacht naar de woorden die 2 keer worden voorgelezen. Wees er met je hoofd en met je hart helemaal bij en ontdek welke woorden je in het bijzonder aanspreken. Na de voorlezing is het een tijdje stil. Als je merkt dat je tijdens het wandelen in gedachten met iets anders bezig bent, merk dat dan gewoon op en keer vriendelijk terug naar de woorden van de Bijbeltekst. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: "Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want iedereen die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden." Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: "Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want iedereen die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden."
Stap 2. Mediteren. De Bijbeltekst komt nog een keer tot klinken. Neem daarna tijd om na te denken over de betekenis ervan voor jouw leven op dit moment. Wat komt er in je gedachten? Wat denk je dat God tegen je wil zeggen? Na de voorlezing van de tekst is het weer een tijdje stil. Dwalen je gedachten af? Dat geeft niks. Keer als je dat opmerkt gewoon weer terug naar de woorden van de Bijbeltekst. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want iedereen die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Stap 3. Bidden. Neem, als de tekst zometeen weer tot klinken komt, wat tijd om te bidden. Ga met wat er al lezend en mediterend is gebeurd naar God. Vraag Hem, dank Hem, prijs Hem. Bid met woorden in de verwachting dat God naar je luistert. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen,
moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want iedereen die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden. Stap 4. Stil zijn. De tekst komt nog één keer tot klinken. Daarna is het stil. Er zijn woorden genoeg geweest. Wees terwijl je rustig doorwandelt, aandachtig aanwezig in Gods aanwezigheid. Hij is hier. Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en mij volgen. Want iedereen die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zal het behouden.
De 20 minuten zijn nu voorbij. Als je nog verder wandelt, probeer dan aandachtig aanwezig te blijven, je bewust van Gods tegenwoordigheid. Laat dit gebed je vergezellen. Heer, U bent hier. Ga zelf met ons mee en wijs ons de weg naar het leven. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen.